Hoe Ben ik in aanraking gekomen met LR? Uh, twee jaar terug heb ik voor het eerst een voorlichting gezien. Na aanleiding van die voorlichting ben ik naar de open dag gegaan en daar heb ik zoveel gezien van LR dat ik eigenlijk wel een hele goede keuze kon maken. En ik vond het zo leuk dat ik meteen na mijn VBO-diploma gestart ben met luchtruimtevaarttechniek. Waarom ik er eigenlijk voor heb gekozen, is omdat het een uh, hele brede studie is. Je hebt een geweldig toekomstperspectief. Je kan eigenlijk overal wel terecht, ze willen je overal wel hebben. En het is ook heel belangrijk dat er duurzaamheid uh, in uh, LR wordt gebruikt. Want duurzaamheid dat is voor de toekomst. En wij zijn de toekomst, dus dan moeten we het ook wel een beetje goed maken, natuurlijk. Over toekomst gesproken. Wat ik hierna nou wil gaan doen, weet ik nog niet helemaal zeker. Want het is zo'n brede opleiding dat je eigenlijk dus alles kan doen. En ik heb nog vier jaar te gaan. Dus eigenlijk, uh, ja, ik zie het allemaal wel. Ik weet wel zeker dat ik de ruimtekant op wil, en dat vind ik gewoon heel interessant. We hadden um, ook een paar weken terug hebben we een project afgesloten. Ook over de ruimte. Dat vond ik zo interessant. Het is ook heel leuk een project dat je meteen toe kan passen wat je in de colleges hebt geleerd. Dus Op De ene dag dan leer je dus nou ja, iets over de ruimte. En de dag daarna pas je er meteen toe. En heb je meteen het idee dat je het ook echt ergens voor doet en dat je ook echt iets nuttigs leert. Um, verder heb ik nog een tip voor jullie. Als je een, naar Delft komt, begin op tijd met een kamer zoeken. Dat is zoveel handiger dan dat je alles op het laatste moment moet doen. Op het laatste moment zijn er ook heel veel andere leuke dingen, zoals kennismakingen. En geloof me, dat wil je gewoon echt niet missen, zodat je nog een kamer moet zoeken.